Goedemiddag allemaal, wij zijn deze woensdag 29 maart 2017 thuis bij Peter Kip. In Dedemsvaart woont hij, niet echt een Dedemsvaartse naam en dat klopt ook wel, want Peter Kip is een nieuwkomer in dit dorp. Hij heeft pas huizen paraat, wie kent het niet, gekocht en het huis is nu onder constructie. Verder doet hij van alles en nog wat bij muziektheatervak. We gaan het allemaal van hem horen. Laat maar eens even kijken of Peter thuis is. Ja, wie is Peter Kip? Druk, baasje, denk ik. Altijd bezig met iets, enthousiast. En, geen Dedemsvaarder van geboorte? Absoluut niet, nee. Eigenlijk nog niet zo lang hier, Nee, dat klopt. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik ben geboren en getogen in Emmen, Drenthe. Mijn ouders komen allebei uit Noord-Drenthe. Emmen komt pas ter Apel uit de buurt. En die zijn op een gegeven moment naar Emmen verhuisd en daar ben ik geboren. Daar heb ik eigenlijk mijn hele leven hier gewoond, tot en met vorig jaar eind mei. En toen zijn we verhuisd naar Dedemsvaart, want we hadden ons droomhuis gevonden. Een droomhuis, huizenparaat. Huizenparaat. Ik denk dat iedereen het wel kent. Ik begrijp, als ik op straat ben of in de tuin aan het werk ben, er zijn heel veel mensen die er wel iets van vinden of een mening over hebben. Of, ja, want het is echt een huis met een geschiedenis, hè? Dus iedereen met een klein beetje historisch besef weet denk ik wel, zo kent wel iets van die geschiedenis van dit huis. Ja. Ik las het al even, ons paleisje. Hè, staat ons paleisje, ja, dat heb ik van mijn moeder gekregen. Ja, geweldig. Ja. Maar hoe ben je, want dit is inderdaad wat jullie, of jij en je partner zochten. Ja, wij hebben eigenlijk, sinds we bij elkaar zijn, hebben we eigenlijk gezegd van, we willen wel een keer een huis kopen. We zijn wel van de moderne en van de strakke dingen. Dus het zou inderdaad echt iets worden glas, beton en staal. Dus echt een huis die echt plat is en een beetje op het eiland daar, daarachter. Dus dat ook iedereen wel kent. Dus dat is echt wel onze stijl. Ja, of het moest een huis worden die veel karakter heeft of veel geschiedenis heeft. Nou, en wij waren vanuit de vereniging waar we bij aangesloten zijn, waren wij een keer in Dedemsvaart. En toen reden wij langs dit huis en toen waren we eigenlijk op slag verliefd en toen dachten we, die willen we hebben. Ja. Dat heeft dan een poosje geduurd, want je moet natuurlijk gewoon even een beetje onderhandelen met de huidige eigenaar op dat moment. Ja. Maar we mogen ons de gelukkige eigenaar noemen van Huizen Parijs. Geweldig en ook een super locatie uiteindelijk. Ja, hè? Ja, het is fantastisch mooi in het centrum. Je doet dan een paar stappen en je bent in de middenstand. Nou, zei je al, het huis is onder constructie. Ja, zoals jij het zei. Of als behang af. Ja, nee, want uiteindelijk ben je dus nog aan je paleis aan het bouwen. Ja, wij willen echt het huis wel constateren in hoe het eigenlijk ook nu is en hoe het altijd bestaan heeft. Het is, ik heb bouwkunde gestudeerd in Zwolle aan het Winnenzijn. Dus mijn bouwkundige achtergrond is wel deel van wat ik uiteindelijk zocht en wat ik uiteindelijk wilde. Ja. Huizenparaat dateert uit de romanticisme. Dat is een stroming geweest die uit mijn hoofd tussen 1870 en 1910, 1920 was die periode. Van oorsprong is de romanticisme van mensen die uiteindelijk heel veel werkte, maar die kwamen uiteindelijk erachter, als ze heel veel verdienden, konden ze dat geld niet uitgeven. Dus op een gegeven moment gingen die mensen op vakantie. Okay. Gingen ze naar Tsjechoslowakije of naar Oostenrijk. Ja. En er kwamen allemaal bogen in die huisjes en hekwerken en dat soort zaken. En eigenlijk is die stijl naar Nederland gekomen en dat is een periode geweest waarin dus ook de huizen paraat dateert. Ja, maar weet je ook waarom het huizen paraat genoemd is? Ja, in de, vlak voordat de oorlog kwam is de Nederlandse defensie toen de tijd zocht een logistiek correcte plek om gepositioneerd te zijn om tegen de Duitsers aan te vallen of te verdedigen. Dus je hebt het dan over de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog, ja.
En uiteindelijk hebben we hier in die jaren, in 1939, hebben hier 150 Nederlandse soldaten ingewoond. En toen hebben ze, uiteindelijk heeft het huis toen de naam Huisapparaat gekregen. Ja. Ja. En in de oorlog zelf, toen de oorlog uitgebroken is, toen hebben hier nog Duitse soldaten hebben hier nog in gewoond, die vier, vijf jaar. Weet je wie het hier heeft laten bouwen, Marijn? Ja, volgens mij, wat ik begrepen heb vanuit de AFAREEST, historische vereniging AFAREEST, daar heb ik echt heel veel informatie kunnen vinden. Is het de vader geweest van Min Ruijs, die heeft opdracht gegeven om dit huis te bouwen. Ja. Ja. En die heeft uiteindelijk zijn zoon hier in eerste instantie als eerste eigenaar laten wonen. Nou zei je net al even van, wij zijn gelieerd aan een vereniging in Deventer. Ja. Welke vereniging hebben we het dan over? Dat is de vereniging VAK, de voorheen AFAREESTER Kunstkring. Nou, ik denk dat die ook wel een soort van bekend en geroemd is hier in Deventer omstreken. Absoluut. Ja, die is, dus daar, ja, daar ben ik bij aangesloten. En toen ik nog in Emmen woonde, was ik op zoek naar een musicalvereniging om iets meer te doen met musical en zingen en alles en toneelspelen. En nou, eigenlijk niet eens naar lang zoekwerk kwam eigenlijk VAK al wel hoog aan de lijst, omdat VAK goed aangeschreven stond en misschien nog steeds staat. Ja. Ja, ik ben er nu bij betrokken, dus dan... Zeg je dat minder... Of juist makkelijker, omdat je dan denkt, we zijn goed bezig of we vinden het zelf leuk, dus iemand anders zal het leuk vinden. Mm-hmm. Dus uiteindelijk ben ik volgens mij in contact gekomen met het bestuur van VAK. Of ik heb een vraag gedaan van, mag ik een keer komen kijken? En toen waren ze met de productie Evita bezig. Dat was dan... 3 jaar terug, hè? 3 jaar geleden, ja, inderdaad. En daar heb ik een keer gekeken en de passie en de stoom die van de mensen afkwam. Toen dacht ik, hier wil ik ook wel een deel aan nemen. Ja, en ik heb begrepen inmiddels dat het niet alleen maar een rol in een musical is, maar je doet eigenlijk ook nog veel meer, hè? Door mijn bouwkundige achtergrond ben ik nu als bestuurslid verantwoordelijk voor het decor. Oké. Okay. En vanuit muziektheatervak hebben we ook de Kleintje Kunstkring, dat is de jeugdafdeling van onze vereniging. En ze zochten uiteindelijk bestuursleden toen ik bij de club zat. En ik ben bij het bestuur gekomen en de toenmalige leider van het decor die zei echt van, ik heb mijn tijd wel gehad, ik stop ermee. Ja. Nou, door mijn bouwkundige achtergrond heb ik gezegd, misschien moet ik dat proberen. Dus ik doe nu sinds dit is mijn tweede jaar, doe ik twee producties decor opleveren voor de regisseur. Dus vorig jaar heb ik Alice in Wonderland decor opgeleverd en decor voor Aida. En dit jaar zijn wij nu begonnen, we zijn in de startfase om te starten met het decor van Annie. Ja. En de tekeningen en de concepten. Dus dat is de musical van Kleintje? Dat is de musical van Kleintje, die speelt eind juni. Ja. En eind oktober spelen we Zorro. En het concepttekeningen en alles zijn daar ook al van gereed. Oké, dus maar jij maakt dan de ontwerpen van die decors? Nou, dat is... Of bouw je zelf? Eigenlijk van alles een beetje. Uiteindelijk is de regisseur, heeft een bepaalde visie bij zijn... heeft zijn ideeën, zijn visie bij een productie. En naast die rollen heeft hij ook een bepaald beeld bij kleding. Ja. En hij heeft een bepaald beeld bij decorstukken. Ja. En uiteindelijk... kunnen dat schetsen zijn, dat kunnen gegoogelde afbeeldingen zijn, dat kan iets zijn wat hij al een keer eerder gebruikt heeft. Dat gooit hij bij mij op tafel, klinkt heel oneerbiedig, maar dat wordt bij mij neergelegd. En ik heb nu met onze huidige regisseur heb ik nu in mijn beleving een goede samenwerking. Wij spreken af, hij legt zijn ideeën op tafel. En ik werk bij een softwareleverancier van tekengereedschappen voor de bouwkundige wereld, voor constructeurs, architecten, aannemers. Okay. En ik ben gespecialiseerd in die software, dus ik kan ook heel goed tekeningen maken in 3D en visualisatie daarvan maken. Dus op een gegeven moment, als onze regisseur dan zijn schetsen en tekeningen gemaakt heeft, dan werk ik dat echt uit in een soort van definitief ontwerp. Ja. Dan overleg ik dat met het decorteam. En uiteindelijk gaat het decorteam aan het bouwen om te zorgen dat wij op de deadline, of liefst eerder, om het decor op te leveren, zodat de producties gewoon gestroomlijnd naar repetities en het zetten van de scènes door kunnen om te repeteren in het decor. En de regisseur is dan Tim Kok? Timothy Kok, ja. En je doet dat vrijwillig? Ja, dat is een vrijwillige basis. Of is het een baan?
Nee, het is niet een baan. Af en toe dan moet je er zoveel tijd in steken. Het is bijna een baan, maar het is altijd zo bij vrijwilligers. Ja, ja, nee, het is een vrijwillige basis. En dit is mijn tweede jaar nu. Dit is wat dan mijn derde productie. Dus eerst Alice en toen Aida. Dus nu starten we dan met de musical Annie, met het decor. Het is wel een persoonlijk leermoment geweest, ook vorig jaar, dat ik wel moet leren dat ik niet altijd aanwezig hoef te zijn of er betrokken bij hoef te zijn. Dus ik moet wel zorgen dat de tekeningen zijn en dat we weten wanneer, wie, wat en hoe. Ja. Maar uiteindelijk hoef ik niet elke keer als iemand iets aan het bouwen is daarnaast te staan. Nee. Nou ja, het is uiteindelijk wat ik daar straks al zei, is dat Timothy Kok, die heeft dan een bepaalde visie over iets. Die maakt ook tekeningen en die heeft daar echt wel een strak gekaderd idee over. Ja. Dan hebben wij een soort sparringsmoment waarin we... Waar ik dan zeg van, nou, dat vind ik niet veilig, of dat is constructief niet houdbaar, of als daar iemand aanhangt of leunt of duwt, dan stort het in elkaar. Ja. Dus wat je nu bedacht hebt, kan niet. Nou, dan gaan we concessies doen van beide kanten. Oh. En dan maken we uiteindelijk iets uit. Dus ik kan niet zeggen dat ik het ontwerp, omdat Tim echt wel een bepaalde visie of een idee heeft en ik werk het uiteindelijk uit. Ja, en ik maak het dan mooier of praktischer of beter. Het is echt een wisselwerking. Het is een wisselwerking. Ja. Want jij zei al van, ik heb een baan. Wat is je reguliere baan? Ja, ik ben projectleider bij een softwareleverancier. Van oudsher is mijn organisatie een doosjeschuiver. Dus je koopt software en dan betaal je dat en dan krijg je het opgestuurd. Ja. Inmiddels hebben wij een 80-tellend bedrijf, 80-man-tellend bedrijf. En wij leveren dus eigenlijk ook implementatietrajecten en wij doen installaties en wij regelen eigenlijk dat heel veel grote, dat heel veel bedrijven, grote bedrijven, architectenbureaus, aannemers. Ik ben projectleider van grote projecten die wat langere tijd duren, dus dat zijn 100 mandagen die wij gebruiken. Ja, eigenlijk is het allemaal vakwerk, zou je dan kunnen zeggen. Het is allemaal vakwerk, ja. Ja. Nou ben je daar heel druk mee. En daarnaast wil je dan ook nog zelf een rol spelen in de musical. Ja. Mijn eerste actieve deelname was bij de Drie Musketeers. Ook. Okay. En vorig jaar heb ik dan in Aida meegedaan. En dit jaar heb ik en een rol in Annie, de musical, en een rol in Zorro. Nou, een rol in Zorro. Volgens mij heb jij de hoofdrol in Zorro. Ik mag mij heel gelukkig prijzen dat ik vanuit de auditiecommissie en vanuit de club de hoofdrol van Zorro zoals Diego mag spelen. Ja, dus dat moet een geweldig gevoel zijn. Ja, en dit jaar heb ik echt keihard mijn best gedaan voor de auditie om... Dit was ook wat je graag wilde. Ik wil heel graag Zorro. Waarom? Diego. Wat spreekt jou zo aan? Diego is, zonder natuurlijk te verklappen waar de hele musical over gaat, en dat ga ik echt niet doen. Nee. Iedereen kent denk ik ook het verhaal op zich wel. Natuurlijk. Ja, het verhaal op zich wel. Diego, die uiteindelijk getransformeerd wordt door zichzelf om Zorro te spelen, is eigenlijk gewoon een hele grote held. Is eigenlijk gewoon de held van de natie om te zorgen dat iedereen weer veilig en alles, dat is zijn doel. En die heldenrol, dat... Ja, dat leek mij wel wat. Ja? En dat stoelen en dat schermen en Okay. En je moet, het is veel dans, het is veel spel, het is veel zang. Nou, dat dansen is dus die staat dan op nummer 3. Ja. het zang, ik ben in hart en nieren ben ik een zanger. Oh ja? Ja, ik heb... van jongs af aan zit ik al in de muziek. In de muziek, ik Er staat een piano, ik zit al heel jong in de muziek. Ik ben, ik denk zoals iedereen die begint bijna, ben ik met een blokfluit begonnen. Ja. Toen heb ik na blokfluitles een test gedaan op de muziekschool. En toen zei die man mij getest dat, die zei uiteindelijk van, in principe kan hij elk instrument spelen wat hij wilde. Okay. Toen heb ik een tijd klarinet gespeeld bij een fanfare. Toen ben ik op een gegeven moment piano gaan spelen en ik heb, ik denk een jaar of 10 zangles gehad. Ik heb 15 jaar pianoles gehad. Sinds mijn 19e dirigeer ik al koren. Oh ja? Ik heb nu ook nog een koor in Emmen, Koor Mijn Lief. Waar waren we gebleven? Nee, die hoofdrol. Dus ik moet veel dansen, ik moet veel spelen en ik moet veel zingen. Nou, dat zingen is natuurlijk in een hart en neer, wat ik al zei. Ja. En ik was me er niet helemaal van bewust. Maar blijkbaar is Diego in zijn... nadat hij zijn thuisland en thuisdorp verlaten heeft, is hij bij een zigeuner
familie komen wonen en daar is hij de ster van de goochelshow. Ja. Dus inmiddels ben ik ook al mijn goocheltrucs voor de voorstelling aan het oefenen en aan het studeren. Dus ik moet ook, ik ben half goochelaar bij Struis. Ja. En hoeveel moet je daar nou voor repeteren? Is het intensief? Het is heel intensief. Omdat ik nu natuurlijk de hoofdrol heb. Ja. Dan heb je elke woensdag heb je repetitie in de gasthouder hier in Delingsvaart. Ja. Daar komt de hele club bij elkaar. Dat is eigenlijk dus met iedereen. Daarnaast hebben wij op vrijdagavonden, niet elke vrijdag, maar op regelmatige basis op vrijdagavond, hebben wij een solistenrepetitie. Okay. Dan ben je dus met een klein gezelschap. Dus stel dat ik met 4 of 5 andere mensen een scène heb waar wij veel tekst en veel speel mogelijkheden hebben of moeten doen, dan heb je dus met de muzikaal leider Luco Hans, met de regisseur Timothy Kok en met de regieassistent Frank Hofman spelen wij die scènes in de Groen van Pinksteren. Aan de Lange Wijk. Nou, De Groen heet het. Oh, De Groen heet hij. Oh, ja, okay, ja, die hebben de naam veranderd. Ja, dus die, en daar zitten wij op vrijdagavond en dan ben je van 7:30 tot 10:30, 11 ben je dus 1 scène aan het doen. Ja. En dan de woensdag erna, dan speel je die scène met de hele club. Ja. En dan wordt eigenlijk gewoon het ensemble daarin gevlochten. Wat ik heel mooi vind van muziektheatervak is dat de bedoeling is dat we een stuk opvoeren, niet met solisten, maar dat je een stuk opvoert met heel ensemble. Ja. Dus je hebt als ensemble het soms nog drukker dan iemand die een solorol heeft, want je moet af, omkleden, op, dansen, af, omkleden, iets anders en een decorstuk opschrijven. Ja. Dus af en toe dan sta ik zo achter de coulissen. Zo, en dan komt weer iemand voorbij. Ja, precies. En dan daarnaast hebben we choreograaf Harald Drent. Ja. Die bedenkt alle choreografieën en alle dansen. En dan hebben we, volgens mij hadden we, niet afgelopen weekend, maar de weekend ervoor hadden we een dansweekend. Nou, dan sta je zaterdag van 9 tot 4, zondag van 9 tot 4 sta je in de dansschool. En dan ben je alleen maar dansen aan het doen. Ja. En dan heb je dit jaar heb je Zorro, dus er moet geschermd worden. Ja. Dus je hebt ook nog schermlessen. Schermlessen. Dus op dinsdagavond, dus ik heb mijn bestuur van mijn koor heb ik een verzoek gedaan van die schermlessen kunnen alleen op dinsdag, omdat we een schermvereniging hebben in Zwolle die op dinsdag aan het schermen is, les heeft. Ja. Ik dirigeer op dinsdag, dus we gaan daar een beetje mee schuiven. Eerlijk gezegd, op een gegeven moment als het dan september, begin oktober is, meestal bij eind oktober dan de uitvoering, dan zie je wel een aantal mensen, waarom doe ik dit? Ja. Maar op het moment dat dan we naar de voorvechter moeten, de kleding is klaar en we hebben dat gedaan en we hebben met de band, dan denk je, oh ja, daarom deden we dit. Ja. Hoe ga je dat bewerkstelligen dat na oktober iedereen over Zorro heeft? Ik denk dat de kracht van Zorro, dat iedereen het straks eind oktober het over Zorro heeft, is de kracht van ons creatief team. Ja. En de kracht van de mensen die vol dynamiek alles neerzetten wat er in hun mars ligt. En ik denk dat het gewoon moet zijn. Ja, maar aan Peter Kip zal het niet. Nou, ik hoop het niet. Nee, maar vorig jaar hebben we bij AIDA hadden we dus inderdaad een slavenkamp waar de slaaf van AIDA dus in bewogen. Ja. En uiteindelijk had Tim een bepaald idee over een dans met bewegende schermen. En toen heb ik dus zelfs voor zijn daarmee heb ik dus zelfs nog een filmpje gemaakt die Tim bij zijn presentatie gebruikt heeft. Dus tijdens eigenlijk in de voorvecht te kijken naar hoe uiteindelijk die beweging zou zijn om echt een impressie te geven. Want zo moet het eigenlijk uitkomen te zien. En wat grappig is dat Tim in januari of in december al een idee heeft en als we dan bijna een jaar verder zijn in oktober, dan is dat idee niet veranderd. Nee. Want het is alleen maar werkelijkheid geworden. Ja. En dan uiteindelijk valt het doek gemaakt en het is misschien moet gewoon iedereen maar gewoon naar Annie en naar Zorro toe. Dat lijkt mij een hele goede boodschap om mee af te sluiten. Ja. In 1943 is er door de Engelsen is een bombardement geweest in Huisapparaat, omdat die Duitsers hier woonden. Toen is dus inderdaad een van die bommen heeft dus de serre laten sneuvelen. En we kunnen straks even buiten kijken, het hele huis is in twee gescheurd. En het plafond wat hierboven zit, die zat ook aan die zijde, alleen dat hele plafond is uiteindelijk daar naar beneden gekomen tijdens het bombardement.